start is gevallen. Begin met de galopade voor Biedet. Biedet gaat in volle galop weg. Uitgeschakeld, nummer 4, galop. En Biedet is inmiddels uitgeschakeld. Wordt flink geschreeuwd in het veld. Dat houdt in dat het aan de krappe kant gaat. En de deelnemers gaan de eerste bocht in. En de leiding wordt daar dan genomen door Fred Handelaar. En dat doet hij met Adelaide Boko. Op de tweede plaats daarachter ligt Iron Migliore. Derde plaats voor Jezi OWT. En vierde aan de buitenzijde daarnaast Arnold de Wit met Wonderboy. Zo gaan de paarden de eerste bocht door. De vijfde plaats is voor ABC Quick. Zesde in het derde spoor Amber Vrijenesse gaat nu terug naar het tweede spoor. Aan de binnenzijde daarnaast loopt Young & Fanatic. Daarachter op de voorlaatste plaats Yazida Toscana. En de laatste plaats is voorlopig voor Zita Jones A. Zo zijn de paarden de eerste 500 meter door. Heeft Fred Handelaar de leiding. Wat is er eigenlijk nieuw? Dat gebeurt bijna altijd. Fred Handelaar vooraan. En vandaag ook met Adelaide Boko. Tweede plaats daarachter Iron Migliore. En daarachter volgt Jezi OWT. Dan Wonderboy die is ingeparkeerd. Dan Young & Fanatic aan de binnenkant. En het eerste paard in het tweede spoor is ABC Quick. Daarachter volgt Amber Vrijenesse. En die wordt gevolgd door Yazida Toscana. En daarachter is het Zita Jones A. Zo gaan de paarden de bocht door en komen ze straks terecht de lijn voor de tribune en hebben nog een ronde te gaan. En ligt Adelaide Boko aan kop. Adelaide Boko, daarachter Iron Migliore en daarachter volgt Jezi OWT. Naar het tweede spoor gaat nu ook Young & Fanatic. Young & Fanatic schuift op in de buitenkant en zo komen de paarden voor de tribune langs. Ronde te gaan dus nog onder aanvoering van Fred Handelaar en Adelaide Boko. Adelaide Boko, Iron Migliore, daarachter Young & Fanatic met aan de binnenkant Jezi OWT. Door het derde spoor moet nu ABC Quick. Die is in het derde spoor terechtgekomen, daar is Anita niet zo gelukkig mee. Maar zit er voorlopig nog wel even en zo zijn we inmiddels in de slotronde. Leiding in handen van Adelaide Boko. Tweede plaats voor Iron Migliore, daarachter Jezi OWT. Het eerste paard aan de buitenkant is Young & Fanatic. Daarachter aan de relingzijde volgt Wonderboy met daarnaast in het tweede spoor de Vos Amber Vrijenesse. Die wordt gevolgd door Yazida Toscana. Daarachter ABC Quick en daarachter aan de relingzijde volgt Zita Jones A. Zo zijn ze voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Het lijkt erop alsof Handelaar ietsje wegloopt bij het veld. Pakt anderhalve lengte voorsprong. En Iron Migliore probeert dat gaatje weer dicht te lopen. Is inmiddels ook alweer gelukt. Aan de buitenkant Young & Fanatic. Kijken naar de staart van het veld. En naar het derde spoor gaat inmiddels Amber Vrijenesse. Amber Vrijenesse gaat in de aanval. Ook Yazida Toscana probeert mee te trekken. Maar vooraan is het tempo fors omhoog gegaan. En we zijn inmiddels in de laatste 500 meter met Adelaide Boko vooraan. Adelaide Boko, Iron Migliore. Daarachter op plaats 3 nog altijd Young & Fanatic. Door het derde spoor Amber Vrijenesse. En aan de binnenkant Jezi OWT. En zo zijn de paarden halverwege de laatste bocht. En Handelaar geeft nu echt gas. Nu pakt hij anderhalf twee lengte voorsprong met Adelaide Boko. Enige die in de buurt kan blijven is Iron Migliore. Nummer 9, galop. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Adelaide Boko. Op de tweede plaats Iron Migliore. Adelaide Boko ligt heel makkelijk vooraan. Handelaar. Handelaar ligt vooraan en gaat deze koers normaal gesproken ook makkelijk winnen. Weer 5 punten voor de titel. Het is Adelaide Boko die gaat winnen. Iron Migliore loopt een dijk van een koers en wordt tweede. Strijd voor de derde plaats. En die is voor Zita Jones aan de buitenkant. Adelaide Boko is een fokproduct van de Boko Stables in het bezit van Brennels Racing BV. Bas Krebas, de trainer, hij staat aan het hoofd van het paard. En de winnende rijder is de amateurkampioen. En dat gaat hij ook dit jaar weer worden. Fred Handelaar. Winnende tijd was 1:18:06. En dan gaat hij voorrijden, dames en heren. Geeft u een applaus, Fred Handelaar. Het is toch een fenomeen. Hij wint bijna alle koersen die hij rijdt. Vandaag ook in het Stadspark. Fred Handelaar.